heeft elke eenheid een politiegarage. Onderhouden jullie ook auto's van de DSI? Doen jullie ook aan chiptuning? Ik ben Bas, technisch medewerker bij de politiegarage. Welkom bij Vragen Vuur en Toeren. Wat voor werkzaamheden worden er bij de politiewerkplaats uitgevoerd? Om te beginnen hebben wij natuurlijk de reparatie- en de onderhoudwerkzaamheden. Wij hebben ook een schadeafdeling in Den Haag zitten. Die repareert alle schades. Verder doen wij ook op- en inbouwwerkzaamheden. Dat houdt in dat alle elektrische apparatuur en zwaailampen, communicatiemiddelen, die worden allemaal bij ons ingebouwd. Welke reparatie komt het meeste voor? Bij de politieauto's worden er veel banden en remmen opgereden. Dus dat zijn denk ik de meest voorkomende reparaties die je hier doet. Buiten het onderhoud, het reguliere onderhoud wat we gewoon doen. Vind je dat agenten zuinig zijn op hun auto's? Dat is een goede vraag. Af en toe dan, tijdens een achtervolging moet de auto gewoon goed ingezet worden. Ja, dan kan je eigenlijk niet zuinig zijn op een auto. Als je over drempels moet of als je over een stoep heen moet. Auto's worden regelmatig stuk gereden. Dat komt niet altijd door de agenten zelf. Dat komt ook door waar ze rijden of waar ze moeten rijden. Wat is de meest complexe reparatie? Ik denk dat een motor uit een inbouw complex, ja, ik wil niet zeggen dat het echt complex is, maar het is wel veel werk. Nou, hoeveel kilometer vervangen jullie banden en remmen? De auto's die veel ingezet worden, zoals de Mercedes die jullie hierachter zien, die wordt veel ingezet. En daar gaan de banden en remmen ongeveer 10.000 kilometer mee. Dan moeten ze wel echt vervangen worden. Onderhouden jullie ook auto's van de DSI? Ja, zeker. Wij onderhouden in principe zoveel mogelijk auto's die wij kunnen onderhouden, die onderhouden wij. Wat is het meest unieke voertuig waar je aan hebt gesleuteld? Unieke voertuigen? Ja, ik denk dat het de panzervoertuigen zijn, de X5. Daar heb ik wel aan gesleuteld. Ik denk dat dat de meest unieke voertuigen zijn, ja. Heeft elke eenheid een politiegarage? Goeie vraag. Nee, niet elke eenheid heeft een politiegarage. Er zijn in Nederland vier grote politiegarages. Dat is Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam. Hoeveel pk heeft jullie Audi A6? Volgens mij heeft onze Audi A6 om de bij de 270 pk. Wat gebeurt er met oude politievoertuigen? Oude politievoertuigen die worden ontmanteld. Dus dat houdt in dat alle apparatuur die er ingebouwd is, wordt eruit gehaald. En vervolgens worden de auto's verkocht. Doen jullie ook aan chiptuning? Nee, wij doen niet aan chiptuning. Worden er wel eens onderdelen van een politieauto gestolen? Nou, ik heb het nog niet eerder meegemaakt dat er echt onderdelen van een politieauto worden gestolen. Wat we wel regelmatig meemaken is dat politieauto's vernield worden. Dus dat de wisselarmen stuk getrokken worden of dat er achterramen of andere ramen worden ingegooid. Dat komt regelmatig voor, helaas. Hoe hard kan het snelste politievoertuig rijden? Het snelste politievoertuig, ik denk dat dat de Audi A6 is. Die gaat om en bij de 260 km per uur. Wat is het raarste wat je tijdens een reparatie hebt gezien? Dat de aandrijfas, dat is een massieve as, dat die gebroken was. Hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben, geen idee. Maar ik denk dat dat wel echt het raarste is wat ik heb meegemaakt tijdens mijn werkzaamheden hier. Hebben jullie ook elektrische voertuigen? Jazeker, we hebben elektrische voertuigen. We hebben een elektrische motorfiets. En we hebben ook elektrische auto's. In de toekomst komen er ook steeds meer elektrische voertuigen. Nou, bedankt voor het kijken naar Vragen Vuur aan Toer bij de Garage Werkplaats. Even liken of even abonneren als je het leuk vond. En of even reageren.